Toch een punt in Alkmaar bij AZ. VCV als vijfde naar de play-offs volleybal. En GVVV wint regionale derby in Spakenburg. Dames en heren, een welgemeend goedenavond op deze toch wel speciale avond. Want het is de tweede maandag van de Olympische Spelen. En we hebben niet verre verzoek hoor, om een oude Olympische held weer van stal te halen. Ze zit hier, de bobsleester Eline Jurg. Hoe kijk je naar de Spelen? Kijk je alles of kijk je selectief? Nee, ik kijk wat kan natuurlijk, want ik moet ook nog werken. Waarbij ook onder het werk af en toe de laptop wel heel even op de NOS inschakelt als er bijvoorbeeld geschaatst wordt. Maar die, weet je, die staat van 's ochtends tot 's avonds staat de televisie aan. En ik probeer wel alles te volgen. Ja. En nu, gisteren is bobslee begonnen en daar wordt natuurlijk wel extra gaaf. Wat mis je het meest? Sowieso binnen, weet je, het is echt wel een apart wereldje. En sowieso, je bent altijd continu bezig met een heel strak doel. Daar is je complete focus, je training, alles op gericht. En nu helemaal tijdens de Olympische Spelen daar. Het is heel bijzonder. Het is 2 weken lang op een soort van wolk in een dorp of in een omgeving waar sport echt geademd wordt. En iedereen op zijn manier met zijn doel bezig is. Het hoogst haalbare wil bereiken. Maar daarin naar elkaar ook. Het is heel bijzonder wat daar speelt. Tenminste, zo heb ik dat altijd ervaren. We gaan er zo uitgebreid over praten. Gemis in je carrière dat je nooit de Olympische Spelen hebt gehaald, Gert? Ja, dat had ik wel een keer mee willen maken. Wij hebben van de zomer nog met de jeugd Olympische Spelen die sfeer kunnen proeven. En dan is het in het klein, maar ik had wel een keer als voetballer mee willen maken, zo'n Olympische Spelen. Wij gaan het eerst over voetbal hebben, want de meeste kranten die ik heb gelezen hebben het over FC Utrecht in negatieve zin. Het bevochten punt in Alkmaar brengt volgens het landelijk journaal FC Utrecht dieper in de zorgen. Met enig geluk had er zelfs voor mij wat meer ingezeten bij Utrecht. Maar dit zijn de reacties na het 1-1 gelijke spel in Alkmaar. De afgelopen tijd gaat het natuurlijk niet zo goed. We verliezen vaak wedstrijden. Een paar wedstrijden met ongeluk verloren. Dus we zijn zeker blij met deze punt. Ik denk dat we vooral blij kunnen zijn met het punt na een hele slechte reeks. Gewoon over de hele wedstrijd gezien. Daar hebben we verdedigend goed gestaan. De tweede helft hebben we ook mee goed gevoetbald. Dus gewoon een verdiend punt. Ja, want wat is nou het grootste probleem geweest? Te makkelijk goals tegen of juist te weinig zelf gemaakt? Kregen ze te makkelijk tegen. En, omdat we zelf te gemakzuchtig en te naïef waren in veel situaties. En dan krijg je tegen PEC en RKC nog een dosis pech erbij. En dan wordt het heel lastig. En, maar nu ging het gewoon goed. En je ziet dat het kwartje nu de goede kant op valt. En ik hoop dat er nog meer kwartjes de goede kant op gevallen. Je zei vrijdag in het interview op de radio, voorafgaand aan deze wedstrijd, van dat je na een wedstrijd altijd wel goed inslaapt, maar de volgende ochtend dan wakker wordt en dat je denkt, mwah, wat denk je morgenochtend? Ja, dat is wat fijner wakker worden dan verleden week, dat lijkt me duidelijk. Want die 1-1 was zwaar bevochten, Gert, maar om nou te denken zoals de vaderlandse media denkt van Utrecht dieper in de zorg, deel je die mening? Nee, want ik vond het een goed punt. Mentale veerkracht door FC Utrecht getoond, want het was best een moeilijke wedstrijd. AZ uit is niet makkelijk, maar de manier waarop Utrecht het oppakte na een moeilijke eerste helft, kwamen achter met 1-0. Maar hebben wel getoond als team om veerkracht te tonen. En die tweede helft was Utrecht goed. En vooral de Ridder en Toornstra vond ik echt geweldig spelen. Ja, wat zou Utrecht zijn zonder die twee? Dan is het een degradatiekandidaat. Nou ja, Utrecht is wel heel erg afhankelijk van met name Steve de Ridder voorin. Die sleurt, die werkt, maar houdt ook een bal bij zich. Hij stond dan ook aan de basis van de goal. Hij veroorzaakte namelijk ook die vrije trap. En na zo'n wedstrijd praat je ook met collega-trainers van een tegenstander. Mm-hmm. En ik moet eerlijk zeggen, ze hebben hem hoog zitten, Steve de Ridder. Ja. Hij heeft het fantastisch gedaan. Is Utrecht een degradatiekandidaat? Nou, dat vind ik niet. Alhoewel het een krankzinnige competitie is. Utrecht staat natuurlijk heel kort voor nog op de degradatiekandidaat. Ik heb gisteren ook bijvoorbeeld Cambuur Zwolle zitten kijken. Cambuur speelde echt een hele goede wedstrijd. Maar uiteindelijk, René, denk ik toch dat Utrecht in staat moet zijn met deze groep om gevrijwaard te blijven van degradatievoetbal. En dan tot slot even van dit blokje. Vraagt spelen in de onderste regionen van de Eredivisie een andere aanpak van een trainer dan dat je om Europese plekken speelt? Nee, ik denk dat Jan Wouters absoluut de lijn moet vasthouden. En je zag ook dat het in met name die tweede helft Utrecht er ook voor kan gaan en kan knokken. Maar Utrecht moet het van voetbal blijven hebben. Vroeger had je een seizoenkaart, hè?
Ja, ja, ik denk drie, zeker 3 jaar achter elkaar of zo, toen ik hier in Utrecht woonde. Ja. En volg je dan nu de strubbelingen in Galgenwaard ook nog? Jawel, een beetje. Maar goed, ik ben Feyenoorder in hart en nieren, geboren in Rotterdam. En dat is toch wel echt mijn club. Rotterdam, leuk. Ja, 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 dat is wel echt mijn club. Dus, maar weet je, Utrecht, ik ging altijd met veel plezier naar de wedstrijd. Sparta is ook een mooie club, hè? Behalve de trainer, toch? Ja, ja, laat het daarop houden. Doe nou eens meteen zo'n recalcitrant. Je hebt me gevraagd om over FC Utrecht te praten. Ja, nou, en het komt goed met Utrecht, is jouw conclusie. En ook met Sparta. Ja, heel goed, Gert. Wij gaan het met Aline hebben over de Olympische Spelen. 1:39:18. Ooit? Poeh, ga ik even vertellen hoor. Was dat Salt Lake bij elkaar? Ja? Ja, 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 eindtijd. Ja, ja, lang geleden. Ja, supermooie spelen. De allereerste. Eerste keer dat damesbobslee Olympisch was. Dus dat was al echt een hele mijlpaal. En toen wij dat denk ik zo in 2000 te horen kregen, kwam er op dat moment voor ons ook echt een doel bij. We hadden ons daarvoor, weet je, het eerste wat je eigenlijk doet op het moment dat je begint is of Europa Cup. Dat was toen nog ook nog heel klein voor dames. Dus stroomde je eigenlijk gelijk in de World Cup. Dus je begeeft je ook gelijk tussen de beste bobsleeërs, sleesters van de wereld. Ja, machtig mooi. Ja. Hoeveel bonnen voor het hard rijden heb jij in je leven inmiddels gehad? Ja, dat valt best wel mee, want ik ben wel een beetje een net typetje op die manier. Ik vind het ook wel heerlijk om hard te rijden, maar dat doe ik ook wel hoofdzakelijk in Duitsland waar het kan. Ja? Maar ik ben ook iemand, iets wat niet mag, ik ben een beetje braaf. Iets wat niet mag, dat doe je niet. Dus best wel saai wat dat betreft. Maar heb je ooit angst voor snelheid gehad? Nee, eigenlijk niet. Ik vond heel veel dingen gaaf. Weet je, bungee jump, ook dat soort dingen. En ik merk nu, ik word natuurlijk ouder. Een dochter inmiddels? Een dochtertje wat woensdag 1 jaar wordt. En dan ineens denk ik, Gertver, ik begin echt te merken dat je soms in de auto zit. En ik heb een auto-ongeluk gehad ook een paar maanden geleden. Waarbij ik echt op de snelweg hier bij Utrecht heb getold zo. En met een beetje heel veel geluk gehad en er goed vanaf gekomen. En dat soort dingen merk je op een gegeven moment van, oh ja, ik begin echt een beetje bang te worden. En dat is ook wel een rare gewaarwording. Ja. Nu ging je naar Turijn en naar je prestatie in Salt Lake, dacht men destijds in 2006. Wij hebben hier te maken met een mogelijke medaillekandidaat. Ja. En dat is toen op alle gebied, met coaches, met gezeur van de bond, met alles, is dat fout gegaan. Verwijt je dat, die bond en alles? Nee, weet je, uiteindelijk is het wel ook mijn eigen probleem en moet je het altijd doen met dat wat er is. En moet je ook omgaan met de tegenslagen en soms wat weerstand die er ook is. Het had gewoon wel een heel stuk beter gekund, 100%. Verwijten, daar wordt het ook niet beter van. Dus het is gewoon heel erg balen, omdat de 3 seizoenen na Salt Lake, een beetje 4e op WK, wereldbekerwedstrijden, 2e, 3e, noem maar op. Het ging gewoon echt heel erg goed. En op een gegeven moment, die lijn ging eruit, er ontstond onrust. En ik was gewoon niet, en zou dat misschien nu ook nog niet zijn, sterk genoeg om me daar compleet van af te sluiten. En gewoon echt mijn ding te doen. En eigenlijk te denken, scheid aan de hele wereld. Oké, okay, je ik was gewoon niet egoïstisch genoeg. Nee, was daar gewoon wel door te beïnvloeden. En heb dan echt last van rand. Dingen of van, ik zag hem Tsudai volgens mij in beeld, in mijn ooghoek. Ja, nou, dat was niet de fijnste samenwerking. Nee. Dan even over Van Kalken, want iedereen in Nederland heeft het eens in de 4 jaar over bobsleeën. En dan moet het over Van Kalken gaan, want die durfde bij de vorige keer in Vancouver niet naar beneden. Nee. Wat had jij gedaan? Ja, ik vind dat heel erg lastig. Er is een groot verschil tussen de tweemans en de viermans. Je moet je sowieso voorstellen dat op het moment dat een slee omgaat, je als piloot je nog redelijk kunt verbergen in de kap. Als je snel genoeg bent, want soms zit je hoofd echt ook nog wel klem. Dat is ook niet leuk. Maar een remmer moet echt heel erg zijn best doen om in die slee te blijven. Om zich klein te maken, om zichzelf naar binnen te trekken. In de viermans, 3 van die grote mannen achterin, waarbij de schouders al hoog liggen en die slee gaat om, die kunnen ze geen kant op. Vaak zitten die handen ook niet laag, waardoor ze zich ook niet laag kunnen houden. Ik vind dat heel erg lastig. Wat ik wel weet is dat hij had heel veel moeite met de baan. En dat bleek al in de tweemans. En dan is de viermans is nog minder vergevingsgezind. Maar heb je wel eens een afdaling gehad dat je dacht, dit is gekke werk, ik ga nu tegen mijn coach zeggen dat ik het niet meer doe? Nee, dat heb ik nooit gedacht, maar ik heb echt wel aan de start gestaan. Dat ik bijvoorbeeld in Lake Placid, is ook echt wel een heftige baan, dat we om waren gegaan en dan sta je aan de start. Nou, dan heb je voor je idee, klopt letterlijk je hart uit je keel, zo hard gaat dat tekeer. Dat ik wel echt dacht, oh man, ik moest echt even goed van, oké,
ik ga het nu weer doen. En weet je, daarna is het ook prima. Maar dan is het wel heel even slikken en doorbijten en gaan met die banaan. Maar om die angst te beteugelen, hè, dat kun je niet middels via trainingen terug laten komen om dat na te bootsen. Hè, want we hadden het over Van Kalken, die niet meer, op een gegeven moment niet meer durfde. Mm-hmm. Zou je dat niet in een training kunnen... Wel, je kunt je natuurlijk verder mentaal ontwikkelen, dat kan zeker. Maar uiteindelijk om echt na te bootsen wat er nou gebeurt op het moment dat er een crash ontstaat, of dat er iets in je hoofd gebeurt waardoor je onzeker wordt. Onzekerheid geeft ook wel aan dat je moet eigenlijk gewoon heel zeker en heel ontspannen. Duwen als een gek, zitten, ontspanmoot. Als die weg is en je heel verkrampt wordt, dat komt je sturen niet ten goede. Maar het feit dat je niet naar beneden durft, heeft dat te maken met de baan aan zich? Want dan zou je zeggen, dat heeft iedereen dan. Of heeft dat toch met je stuurmanskunst te maken en kan een baan of een parcours of wat dan ook je niet liggen, dat je denkt, ik krijg dat niet onder de knie? Dat kan. Elke baan is anders. Weet je, dat is het mooie van bobsleeën, maar soms ook wel het lastige. Een baan heeft een ander soort bochten, is langer, is korter, de verval is groter of kleiner. Weet je wat aan de andere kant is? Hij heeft nu gezegd, en het was gewoon niet het handigste moment om dat te doen. Ik denk wel dat dat ongeveer het stoerste is wat hij had kunnen doen. En aan de andere kant denk ik, stel dat hij wel was afgedaald en het was inderdaad fout gegaan. En je weet niet wat er was gebeurd met de jongens, wat dan? Dan hadden we daar als Nederlanders ook allemaal wat van gevonden. Ja. En ik weet niet wat ik zou hebben besloten, maar 2 en 4 man is echt een groot verschil. En het zegt ook een hoop dat al die jongens hem trouw zijn gebleven. Dat ze het hem niet verweten hebben uiteindelijk. Ze hebben met z'n allen gezeten en gezegd van jongens, wat gaan we doen? Dit boek is nog niet gesloten. Wij kunnen nog wel wat. En ze hebben met z'n vieren keihard getraind, of met z'n 5 en 6. Maar in ieder geval als 1 team en zijn die hele periode bij elkaar gebleven. Gaan nu wel dat boek sluiten voor zichzelf. Heb je zelf wel eens een flinke smak gemaakt? Of niet? Nee joh, hartstikke vaak. Ja, ga je dan flink op je giegelen? Ja, je gaat gewoon om. En dat gaat soms zo snel. Dat weet je, je hebt die kap als piloot, maar soms gaat het zo snel dat je moet voorstellen, je zit met je hoofd er altijd wel iets bovenuit. Ja. Dus soms gaat het zo hard dat je hoofd dan uiteindelijk tussen de kap en dat ijs komt te zitten. Dus dat trekt en doet aan je nek en alles. En dat krijg je niet altijd vaak ook wel weg. En het is gewoon niet, het is echt wel heftig. Soms is het, als remmer weet je het vaak wel, soms is er even in één keer heel stil. Dus je denkt, oh jeetje. En dan, weet je, het is heel veel herrie. Het gaat heel hard. Het is echt niet leuk. En het hoort er wel bij. Maar het is, er zijn leukere dingen dan dat. Toch is ze er nog wel goed vanaf gekomen. Nee, maar ik zeg het wel eens met haar hoofd tussen de ijs en de slee gezeten. Maar je ziet het niet. Meer van. Zou dat een keer een leuk plan zijn om een keer met z'n vieren in zo'n ding te stappen? Pet, Kous, René van den Berg en ik. Dat we jou, dat we een keer mogen een keer. Ja, weet je, ik heb nog nooit 4 mans gesleten, hè, dus dan moet even een beetje rustig opbouwen. Ik ben niet zo maar, zwaar gek, dus dat kunnen we best doen. Dat lijkt me goed plan. We gaan het zo meteen hebben over alles wat er in de regionale topklasse is gebeurd op het voetbalgebied. Maar nu eerst de hoogte en dieptepunten van het afgelopen sportweekend. De Nederlandse waterpolomannen met de witte caps gaan flitsend van start in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland. Robin Lindhout zorgt hier al voor de 3-0 voorsprong in de eerste periode. Iets wat onverwacht voor het uitverkochte huis in het Utrechtse zwembad De Kromme Rijn. In de tweede periode komen de Russen terug en zelfs op een 4-3 voorsprong. Oranje blijft aanhaken en dit doelpunt van Roeland Spijker zorgt ervoor dat Nederland dus in de race blijft. De derde periode begint met een 4-4 gelijkspel. Nederland zoekt de aanval op en als hier gefloten wordt voor een overtreding op Roeland Spijker en er een strafwoord komt, is het dé ideale mogelijkheid. En Oranje komt op voorsprong, want natuurlijk topscorer Robin Lindhout mist nooit. Robin van Galen, naast bondscoach ook trainer van het Utrechtse UZSC, mag zich daarna zorgen gaan maken. De Russen blijken net iets sterker, het wordt 9-11. Op 2 maart is de return in Rusland. 11-9 is niet echt een goede uitgangspositie. Natuurlijk kunnen we, als we daar beter spelen, misschien wel voor een stunt zorgen. Maar we hadden toch wel gehoopt op een kleine overwinning. Waterpolo is een sport waar een hele hoop dingen kunnen gebeuren in een wedstrijd, zelfs in een periode. Dat hebben we vandaag ook gezien. Je staat 3-0 voor. In een hoop sporten zou dat doorslaggevend zijn. Nou, dat blijkt het niet te zijn. Geen reden waarom dat in Rusland niet andersom zou kunnen. VCV wil de laatste wedstrijd in de reguliere competitie winnend afsluiten en de Veenendaalers hebben geen lastige avond. In de eigen sporthal West spelen de mannen tegen Lycurgus in een wedstrijd om plaats 5.
Het zijn lange rallies, maar ook hier is het punt voor VCV als de bal van Peter Oging niet goed weggewerkt wordt. De eerste set wint VCV met 25-21. De tweede set gaat het de mannen van trainer Ivo Martinovic heel makkelijk af. Harmen Arendhorst zorgt ervoor dat de ruime voorsprong niet in gevaar wordt gebracht. Setstand 25-16. Set 3 is voor Lycurgus, maar in de vierde set stelt VCV orde op zaken. Opnieuw is het Arendhorst die de setstand op 25-22 bepaalt. VCV gaat Lycurgus voorbij en eindigt als vijfde op de ranglijst. In de play-offs om het landskampioenschap spelen de Veenendaalers tegen Rivo Rijssen. Maar het seizoen kan nu al niet meer stuk. Vijfde plaats in de competitie, het is hoger dan we verwacht hebben. En uiteindelijk half finale beker, het is een historisch moment. En ik vind dat de jongens daar, in ieder geval ik ben daar erg trots op. Het Utrechtse handbal is slecht vertegenwoordigd in de Eredivisie met 0 ploegen. Maar Houten doet een serieuze poging om daar te komen. Bijvoorbeeld met deze scorende Jort Neuteboom. Hij is Oranje International en hij speelt dus in de Eerste Divisie. Houten kan nog promoveren door kampioen te worden en moet winnen tegen Lions 2. Maar de ploeg van trainer Hans van Dijk neemt geen afstand. Hier wordt de ruststand bepaald op 14 tegen 13. In de tweede helft zien we Van Dijk ineens op het veld. De oud-international gaat meespelen. En de coach en speler dus geeft hier een prachtige assist. Van Dijk gooit alles in de strijd. Het staat 26-26 en hij komt aan de bal. En jou hoor, een doelpunt. Helaas wordt het nog gelijk en moet Houten wachten op de na-competitie. Maar de ploeg is klaar voor de Eredivisie. We hebben een trouwe kern aan sponsors. We gaan eind februari een fundraisingavond nog doen. Ook voor het goede doel dat we geadopteerd hebben. Fille Joep tegen kinderkanker. En daar gaan we gewoon zoveel mogelijk geld binnenhalen voor het goede doel. En daaromheen hebben we heel veel publiek. En heel veel sponsors die echt er toe zijn om Eredivisie te spelen. Dat is ook een reden waarom ik hier naartoe ben gegaan. Ik heb hier meegetraind en leuk sfeer, leuke groep. En er zit echt potentie in dat we in de Eredivisie hiermee kunnen spelen. Dus ik hoop dat we dat kunnen verwezenlijken. Ja, wij zitten hier allemaal aan tafel te genieten van het feit dat Hans van Dijk gewoon eerst aanwijzingen geeft. Daarna het veld. Dat zou wat voor Sparta zijn, Gert. Dat wil Jan Vloed gewoon. Wiljan, ja, de technische directeur gewoon het veld in. Nou ja, ik deed vroeger met zaalvoetbal. Ja? Met All-Instars. Dat heb je ook meegedaan. Gaf ik het stokje over aan Kees van Dam en ging zelf mee voetballen. En? Nou, meestal toen ging het nog wel hard. Het is tijd voor de topklasse voetbal. De koploper is IJsselmeervogels. Dat ging op bezoek bij HAC in Hardenberg. Maar we beginnen natuurlijk met die regionale derby. Op de blauwe zijde van de Westmaat. Het duel tussen Spakenburg en GVVV. GVVV in het zwart. Balbezit voor Roy ter Scheggert. Die vindt Sherwin Grot. De aanvaller van GVVV die deze week zijn vertrek bekend maakte, heeft hier het vizier niet op scherp. Hij was de vervanger van de nog altijd geblesseerde Dennis van Meegdenburg. Opnieuw Grot. Van Eck. En Ter Scheggert met de schietkans en de redding van Barry Dietewig. GVVV wint je mee in de eerste helft. De gevaarlijke ploeg in de openingsfase. Kees Pieter Tol. 12 maakt hij er al dit seizoen. Dit moet een assist worden. Op aan Esguiu en de vingertoppen van Johan Jansen. Op de goede kopbal van de aanvaller van Spakenburg. Die hier ingooit op Lanting. Wint van Ter Scheggert, Lanting en Jansen heeft een klem. Ruststand 0-0. Tweede helft GVVV tegen de wind in. Dit is Grot. Van Eck. En Grot loopt door, loopt buitenhuis eruit. Grot oog in oog met Dietewig. En dan is het 16 seconden naar rust. 1-0 voor GVVV. Dit is heel mooi van Martin van Eck. In de loop meegegeven van Grot. Buitenhuis houdt wijselijk zijn handen thuis. Want wil de 90 minuten volmaken. En Grot, die dus weggaat bij GVVV aan het einde van het seizoen. Maakt 1-0. Tol, Adnane even. Scholte wint. Tol, op Tol. Kees Pier Tol zou dan met zijn capaciteit als schutter toch meer mee hebben moeten doen.
En dat weet hij zelf ook. Terschegget. Op Hofman. Ik wil hem, zegt Martin van Eck. En hij krijgt hem ook. Voor het doel, Sherwin Grot. En dat is de actie van Grot. En Buitenhuis met meer geluk dan wijsheid redt. En dat was bijna zijn tweede treffer. Grot. Van Eck. En Terschegget komt daar dan de 2-0. Nee, Dieter weer gered. En met een gelukje krijgt hij de bal dan via Dekkers in de handen. De Veenendaler onder de lat bij Spakenburg. Scholten met de hoekschop voor de Blauwe. Wordt weggekopt door Hulsbos. En daar is Kees Biertel. Zo. Dat scheelde maar heel weinig voor de Volendammer. Een verwoestende uithaal. Net over het doel van Johan Jansen. Scholten laat zich makkelijk van de bal zetten. Dit is mooi van Terschegget. En dit is de 2-0 van Sherwin Grot. Maar wat doet Roy Terschegget dat fantastisch. Eerst troeft hij hier Dominique Scholten af. En dan met een hele simpele voetbeweging. Sherwin Grot vrij voor Dieterwig. En Grot maakt dat natuurlijk ook gewoon mooi af. Een verdiende 2-0 voor GVVV. Spakenburg heeft dan nog 9 minuten om wat uit te richten. En komt één keer heel dichtbij. De kopbal hier van Niels Buitenhuis. Strand op de paal. GVVV wint. Verdient. En doet weer mee om de titel. Zolang wij rust in de tent houden. De goede dingen goed doen. En de verkeerde dingen proberen te vermijden. Ja, dan wij kunnen ons met iedereen meten. IJsselmeervogels won in de topklasse nog nooit van HHC Hardenberg. Eerder dit seizoen werd voor het eerst in 7 duels een gelijkspel in de wacht gesleept. Dit is vroeg in de wedstrijd. Ahoui bereikt Burgerhout niet, maar Manuhutu maakt de overtreding. En scheidsrechter Mike van der Roest geeft een strafschop en rood aan Manuhutu. Dat lijkt mij wat zwaar gestraft. Maar in de beleving van de scheidsrechter ontneemt die Burgerhout hier een doelrijpe kans. Pascal Bosgaard voor zijn allereerste competitiedoelpunt ooit in Nederland. En dat doelpunt maakt hij. Hij benut de strafschop. Het is 1-0 voor IJsselmeervogels. Tegen 10 van HC Hardenberg. In de tweede helft de hoekschop van Nick Kuipers. De ingevallen Michael de Harder. Hij moest op de bank beginnen. Maakt de 2-0 in de slotfase van de wedstrijd. Die dan op slot zit. In de blessuretijd Tol over alles en iedereen heen. Selmo Kurbekovic, ook hij begon op de bank, ook hij viel in en ook hij scoort. 3-0 voor IJsselmeervogels. Dat koploper blijft in de topklasse. Het is tot zover onze uitzending van Namen en Rugnummers. Ik dank mijn gasten voor hun komst naar de studio. Eline, heel veel succes met de kids, want er zullen er absoluut meer aan komen. Weet je dat nou? Ja, dat hebben ze verteld. Dat moeten de vieren zo'n bobslee geven. Oh, ja. Dat weet je toch? Ze hebben nooit met de viermansbob. Oh. Dan had ze in zo'n bak, gaat ze naar school brengen, toch? De touwtjes in handen. Ik dank jullie voor jullie komst en u voor het kijken. Volgende week zijn we er weer. Misschien wel weer wat met de Olympische Spelen. Ik hoop het.